President Desi Bouterse heeft bij resolutie een aantal maatregelen bekendgemaakt. Dat geldt bij de verkiezingen van maandag. Hierin is ook opgenomen dat de voorzitter van het stembureau in het kader van COVID-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij diverse politieke partijen. De voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB, Jennifer van Dijk Silos, verduidelijkt via Star News dat de resolutie van de president, die op 15 mei is geslagen, in strijd is met de kiesregeling en andere wettelijke bepalingen. Het OKB protesteert hiertegen en doet een beroep op de president deze bepaling van de resolutie in te trekken. Herhaal, deze resolutie is derhalve in strijd met de rechtsorde, omdat het een zeer lage wetgevingsproduct is. Het is een resolutie en is een, als je naar de rangorde kijkt van een resolutie, dan is het één voor de laatste, laagste wetgevingsproduct. En de laagste is die beschikking en van de minister. Het kan onmogelijk zo zijn dat de kiesregeling waarvoor bepaald is in de grondwet, dat die bij wet gewijzigd wordt bij resolutie van de president van de Republiek Suriname. Die bepaling in die resolutie met betrekking tot het schorsen is derhalve in strijd met de wet en is in feite niet van waarde. Staatsrechtsgeleerde Sam Polane schaart zich achter het standpunt van de OKB-voorzitter. Hij onderstreept dat de kiesregeling een wet is die met 2/3 meerderheid is aangenomen en dus hoger staat dan een presidentiële resolutie. Tevens gaat het in deze om een organieke wet, een opdracht van de grondwet die niet per presidentiële resolutie kan worden gewijzigd. Eerder op de dag hield de VHP een persconferentie waarin voorzitter Chan Santokki inging op de resolutie. En dan moet je nagaan, die resolutie komt niet uit. Pats boom. Nee, voorafgaand aan de resolutie wordt er een hele politieke show gegeven in bepaalde staatsmedia. Door belangrijke actoren werkzaam op het kabinet. En het begint al met verhalen. Van ja, de voorzitter daar van het stembureau, die is die dag de autoriteit en die gaat gewoon die stemming schorsen als hij dat nodig vindt. Mijn mensen, we hebben historisch wetten, kiesregelen in het land, die duidelijk aangeven wat de procedure is van die telling. En wanneer er geschorst mag worden. Namelijk als er op dat moment in de zaal er even een wanorde is, dat er storing is, dat die even stopt, politie is daar, de orde herstelt, op bepaalde mensen doet verwijderen en hij gaat door met de telling. VHP-voorzitter Santokki vandaag tijdens een persconferentie, waarin hij onder andere inging op de resolutie van de president in zaken COVID-19. In de resolutie is namelijk opgenomen dat de voorzitter van het stembureau bij ongeregeldheden in zaken COVID-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. Het OKB heeft aan de president gevraagd deze resolutie in te trekken.